Iedere 2 maanden zou men op het tweede depot infanterie in Venlo deze opnamen kunnen maken. In dit vertrouwde beeld van een oude dag past ook de plechtige beëdiging van officieren. Het volgende zou men echter een afwijking in organiek verband kunnen noemen. Voor de 100ste maal sinds februari 1957 heeft een lichtingsploeg van dit depot een blindengeleidehond bijeengespaard. Een portret van deze hond, die men naar het nieuwe indelingssysteem van het leger ONDAS heeft genoemd, werd in de manschappen eetzaal opgehangen. Het verzamelde geld werd afgedragen aan de administratrice van het Koninklijk Nederlands Geleidehondfonds, mevrouw Groen. De blinde heer Klein uitte zijn dankbaarheid in een zelfgeschreven lofzang op de geleidehond. De indrukwekkende hondenportrettengalerij in de eetzaal vertegenwoordigt een totaalbedrag van 40.000 gulden. De honden dragen namen als Freya, Primo en Telstar. Achter ieder portret staan enige honderden naamloze militairen, recruten zoals deze jongens. De honden hebben in het opleidingscentrum in Amsterdam geleerd hoe zij de ogen van hun blinde meesters moeten vervangen, zowel in huis als daarbuiten in het drukke verkeer. Met eindeloos geduld worden zij zo getraind dat hun nieuwe baas niet voor verrassingen zal komen te staan, zelfs niet bij een zebrapad.